Daar zijn we weer. Het is weer tijd voor een nieuwe wedstrijd. En dus ook een nieuwe video. En vandaag is het tijd voor de Ronde van Utrecht. Nou klinkt dat super spannend, de Ronde van Utrecht. Je denkt, joh, dan gaan we onder de Dom door. We gaan langs de Oude Gracht. Maar niks van dit alles. Over de Malibaan, nee, niks van dit alles. We gaan vandaag gewoon rondjes rijden op de Nederrijnse Berg. De legendarische Nederrijnse Berg. Ik ga jullie verder niet langer ophouden. Klaar voor de start? Daar gaan we. Jazeker zijn we klaar voor de start. En ja hoor, kijk eens even aan. De eerste winst van vandaag is al binnen. Ik mag namelijk vooraan starten. Mijn rugnummer wordt als eerste opgeroepen, dus die is alvast lekker binnen. We starten met een man of 35 in dit peloton. Dus het is niet al te groot peloton, dat maakt het wel lekker overzichtelijk. En ja, hier op de Nederrijnse Berg, dat is niet op de Malibaan, jammer genoeg. Ik vind het echt eigenlijk bizar dat zeker in een jaar waarin de Vuelta in Utrecht start, dat er geen eens een wielerkoers kan georganiseerd worden in het centrum van Utrecht. Dus ik hoop echt dat er volgend jaar voldoende sponsors zijn. Dit is wel surrogaat Ronde van Utrecht. Laten we daar een beetje op houden. Ik sta wel echt super gemotiveerd aan de start. Ik heb goed kunnen trainen de afgelopen weken. En ik wil hier toch wel echt een goede uitslag rijden. Dat is het alleen maar voor mijn eigen motivatie. Ja, ik ken het rondje echt als mijn broekzak. De Nederrijnse Berg. Ja, dat is waar ik train. In de zomer dan ben ik hier altijd op dinsdag om trainingswedstrijden te rijden. En ja, in de winter dan ben ik hier wekelijks om te veld rijden. En ik heb voor de lol even gekeken op Veloviewer. En ja, ik heb dit rondje, sinds dat ik Strava heb, heb ik dit rondje al 4273 keer gereden. Dus er zijn geen verrassingen in dit parcours voor mij vandaag. Ondertussen zijn we gestart. Nou, ik heb hier dus al redelijk vaak gereden, dus ik weet ook wel dat er verschillende manieren zijn om te winnen. En met de noordenwind van vandaag denk ik dat het wel lastig is om met een klein groepje weg te rijden. Zeker ook omdat er gewoon niet zo hard waait. Er stond bijna geen wind. En ja, dan weet ik dat het op zo'n parcours als dit gewoon lastig is om weg te rijden. En mocht dat wel gebeuren, ja, dan zou dat toch wel een groepje moeten zijn van een man of 5, 6 die echt hard doordraaien. Waar heel sterke mannen in zitten. Ja, die kans die is er wel, maar ik acht het heel klein. En ja, het is ook nog zo dat we hier rijden met verschillende ploegen. Die allemaal dan in zo'n ontsnapping ook wel weer de juiste verhouding willen hebben. Dus dat bleek tijdens de wedstrijd gewoon ook lastig om te zien. Er werden veel gaten dichtgereden en... Ook als er een sterke groep weg was, dan waren er altijd wel mannen gemotiveerd om toch nog het gat dicht te rijden. Ik gok dus eigenlijk vanaf de start volledig op mijn eindsprint. En ik bemoei me eigenlijk helemaal niet met aanvallen. En ik rijd alleen gaten dicht als het echt alleen als het echt moet. Ja, dat is gewoon heel simpelweg mijn beste kans op een goede uitslag. Of misschien zelfs te winnen vandaag. Dus mijn eigen opdracht voor mezelf is eigenlijk heel simpel. Ik rijd geen meter op kop. Maar ik moet ook niet achterop komen te raken. Dus ik moet voorkomen dat ik niet meer mee kan doen voor de wedstrijd. En wat ik vandaag ook super tof vind is dat ik wat extra beelden heb ingezonden gekregen van Mark Borst. Waarvoor dank. We moesten het wel heel erg comprimeren om het bij elkaar over te sturen. Daardoor is de kwaliteit wat lager. Maar ik vind het wel eens leuk om mezelf ook te laten zien hoe ik dan op de fiets zit in zo'n peloton. Zoals je ziet, een pedaleur de charme zal ik nooit worden. Maar ik zit wel lekker compact op de fiets. Zeker door mijn smalle stuurtje, 38 centimeter, ben ik best wel efficiënt. Als jullie ondertussen nog even van mijn achterkant genieten, is dit misschien wel even een mooi moment om deze video een like te geven. En gelijk ook even te abonneren op mijn kanaal. Het helpt mijn video's echt enorm als jullie dat doen. Bovendien zie ik dat ruim 92% van de kijkers van mijn video's niet is geabonneerd op mijn kanaal. Als je dat wel doet, dan mis je in ieder geval nooit een video en help je mij ook nog een beetje. Dus alvast bedankt jongens. En hoewel de wedstrijd eigenlijk dat kleine groepjes vooruit reden. Elke keer 1, 2 of 3 man kwamen ze nooit echt weg. Ze bleven altijd in het zicht, maar toch waren er een paar momenten waar ik een extra inspanning doe. Zoals hier, rijdt er toch een man of 10, 15 weg. Ik vind dat echt gevaarlijk en ik heb best wel de linkerbal omdat ik dacht iemand anders gaat het wel dichtrijden. Dat gebeurt hier dus niet. Je ziet het op het moment dat ik aanzet, ik toch even 800-900 watt wil aantikken. Om toch wel echt even gaten te maken. Zodat ik ook zeker weet dat degene die achter mij zit, dat die ook hard moeten aanzetten. En dat ik ze niet dus een gratis ritje terug naar de groep geef. Ik moet die toch even een halve ronde volle bak geven om aan te sluiten. Ja, en doordat ik eigenlijk de hele tijd aan het sparen was en in het peloton zat, ja, was dit wel een...
ja, was dit wel iets wat ik kon doen. Dus dat was wel een goede tactische keuze van mij. Dat ik hier in ieder geval energie voor over heb gehouden. En op het moment dat het eigenlijk wat slechter uitkomt, dan gebeurt er dit. Dus ik heb eigenlijk eenzelfde soort beurt gedaan. Dus ik heb best wel een grote beurt gedaan. Dus een paar rondes later. En er rijden mannen 4-5 weg. En hier springen er mannen naartoe. En ik kijk hier achter me en ik zie eigenlijk een heel erg groot gat. Ik zie een man of 5, maar die zitten weer, er zit wel 40 meter tussen. Dus ik zit hier op die klim en ik denk, ik moet hier zo hard mogelijk omhoog rijden. Want ik moet hier wel bij dit groepje komen. Want als die gaan rijden, dan zijn ze weg. En je hebt die klinkers, ga ik lekker binnendoor over het gras. Als veldrijder weet ik dat je daar gewoon kan rijden. Maar eigenlijk valt het hier gewoon alweer stil. Ja, en dan is het zonde dat, dat die groep niet bij elkaar blijft. En dan rijden we over start-finish en denk ik, hey, wat hoor ik nou? Een bel. Wat is nou een bel? Ah, dat zou zomaar eens een premiesprint kunnen zijn. En ik denk, ja, ik ga er niet heel erg hard voor rijden. Maar als ik nou toevallig in een goede positie kom, dan ga ik wel kijken of ik mee kan doen om die premiesprint te pakken. Nou, ik zit hier best aardig, maar niet supergoed. Maar naar beneden pak ik hier heerlijk wat snelheid mee en ik pak een goede bocht. Ik pak hier een wiel en ik denk, ja, ik ga gewoon volle bak sprinten, we zien het wel. Dus ik zet aan, even 1000 watt aantikken, vol sprinten. Ik denk hier rechts die haal ik in, hier links nog een wiel vooruit drukken, pam! Ja, kort tweede in die premiesprint. Dus ik denk op dit moment, hoppa, ik ga sowieso lekker naar huis met een envelopje. En verder gebeurde er eigenlijk vrij weinig in de koers. Dus ik skip gelijk even door de laatste ronde. Als je hier in de verte kijkt, daar bovenop rijden twee man weg in de allerlaatste ronde. Dat is Jorre en Koen. Dat zijn de mannen van het districtskampioenschap die daar ook 1 en 2 werden. En hierachter valt het helaas helemaal stil. Dus die twee mannen die rijden weg. Dat betekent dat er nog 1 plekje vrij is voor het podium. En ik zit hier eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker. Ik moet eigenlijk naar voren, dus ik probeer hier een wiel te zoeken. Ik probeer hier links en rechts, ik zoek naar een plek om op te schuiven. Ja, ik vind het wel echt leuk om dit te laten zien, want je ziet echt dat het chaos is. Iedereen wil echt een goede plek hebben om zo ver mogelijk vooraan te beginnen aan die sprint. Daar pak ik even een paar plekjes die efficiënt blijven, wel blijven trappen, vol kijken waar een gat valt. Ik wil hier eigenlijk links en langs, omdat het daar stil valt, maar rechts valt het helemaal open en ik kan mee. En we gaan naar beneden en we gaan ondertussen hard. Het gaat hier 63, 64 km per uur. En we gaan vol die laatste bocht. En ik weet, hier moet ik binnendoor pakken. Dat doet die renner niet. Die laat eigenlijk een gat vallen waardoor ik hier... Ja, nee, je ziet voor mij ook al gaten vallen. En hier zet ik toch nog wel aan. Er zit toch best wel een sprint op. Ik tik eigenlijk de 900 watt niet meer aan. Hier kom ik nog dichtbij. Maar het gat wordt ook wel een beetje dichtgegooid. Waardoor ik er niet meer overheen. Ik had het wiel anders ook niet. Ik had hem anders ook niet meer ingehaald hoor. Goed, uiteindelijk is het een 8e plek en een 2e plek bij een premiesprint. Nou, dit is voor mij, als jullie mij dit seizoen hebben gevolgd, weten jullie in ieder geval dat voor mij de beste uitslag is van het seizoen. Dus ik ben echt super tevreden met deze uitslag en ik ben er hartstikke blij mee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en genieten jullie nog even van de beelden van de finish. Ik hoop jullie al net iets beter. Ciao! Voor de komende dagen.